Goedenavond, dames en heren. Namens Tennet heet ik u van harte welkom op deze digitale informatiebijeenkomst over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borselen en tussen Rilland. Mijn naam is Ariane Lafort. U kent mij waarschijnlijk van Omroep Zeeland en ik ben voor deze gelegenheid, zoals ze dat dan noemen, uw host voor vanavond. Ik wil natuurlijk graag starten met de mededeling. Ja, het zijn hele aparte tijden, coronatijden. Normaal zouden we elkaar ontmoet hebben in een zaal, allemaal bij elkaar. Hè, waar we met elkaar hadden kunnen praten, kunnen discussiëren, vragen hadden kunnen stellen. Maar ja, vanwege coronamaatregelen mogen we natuurlijk niet met te veel mensen bij elkaar komen. En heeft Tennet daarom gekozen voor deze digitale informatiebijeenkomst. Wel is het zo dat mensen die direct betrokken zijn, omwonenden, dat voor hen volgende week twee kleinere informatieavonden zijn waarvoor u zich nog, als u dat wil, zich nog kan aanmelden. We gaan er dus een interactief webinar van maken. We hebben vanavond drie experts die we daarvoor aan het woord laten, zo noemen we ze. Allereerst de projectleider van het hele project in Zeeland, dat is Vincent Hasveld. Van Tennet. En hij gaat alles vertellen ook over het project. En daarnaast laten we ook nog aannemers aan het woord die precies vertellen hoe ze het project gaan opzetten, hoe ze het gaan uitvoeren, wat ook de overlast is en wat ze er allemaal aan doen om die overlast tot een minimum te beperken. Ja, u kunt gedurende deze live-uitzending kunt u toch vragen stellen als u dat wil. En dat kan via de chat, via de chatfunctie. En dat ziet u op dit moment rechtsonder in beeld hoe u dat kan, hoe u contact kunt leggen. Want u krijgt dan iemand van Tennet aan de telefoon, iemand die u te woord staat en die probeert om uw vraag meteen te beantwoorden. Deze chatfunctie die blijft tot later vanavond, woensdagavond 23 september, tot 9:30 bereikbaar. Nou, is het nou zo dat u deze uitzending, dat u die bijvoorbeeld later bekijkt, dan kunt u nog steeds uw vragen kwijt, maar dan gaat dat via de mail. En dat mailadres, dat ziet u nu ook onder in beeld, dat mailadres is west-zuid-west380kv.nl als u dus alsnog uw vragen wil stellen. Nou, dat allemaal gezegd hebben, dan gaan we meteen naar onze eerste gast in de studio. En dat is zoals gezegd projectleider Vincent Hasveld van Tennet. Ja, welkom Vincent. Ja, dankjewel Ariane. Vincent Hasveld, werkzaam voor Tennet. Nu inmiddels zo'n 5 jaar. Allereerst betrokken geweest bij een verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. 60 kilometer hoogspanningsverbinding. Soortgelijke verbinding als dat we gaan aanleggen tussen Borselen en Rilland. En ik loop al aardig wat jaartjes mee in de energiesector, in de distributie, transport en opwekking van elektrische energie. Dus veel ervaring. Maar hoe lang ben je al bij dit project in Zeeland betrokken? Bij dit project in Zeeland ben ik sinds dit jaar april betrokken. Laten we eerst eens gaan kijken, want ja, over dit project is veel te doen geweest tot nu toe in Zeeland. Laten we eerst eens even gaan kijken naar een filmpje over het nut en de noodzaak van al die nieuwe masten. Tennet is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en daarmee het hoogspanningsnet in Nederland. Het hoogspanningsnet vanuit Borselen wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. De lijn is dus als het ware vol. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borselen zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen en zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen. Langdurig uitstel van onderhoud kan uiteindelijk ook leiden tot risico's voor de leveringszekerheid van energie. Daarnaast is er onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe, grootschalige energieopwek. Dit geldt niet alleen in Borselen, maar voor heel Zeeland. Daarom is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. De Zuidwest 380 kV West hoogspanningsverbinding komt tussen Borselen en Rilland. Tussen Borselen en Capelle loopt de lijn ten zuiden van de bestaande 150 kV-verbinding. Vervolgens gaat het tracé via bedrijventerrein Smokkelhoek verder aan de noordzijde van de bestaande 380 kV-verbinding en via Krabbendijken naar het nieuwe 380 kV-station Rilland. Deze nieuwe verbinding is geschikt voor 2 verbindingen op 1 mast. De verbinding wordt dus gecombineerd met een reeds bestaande verbinding. De 380 kV-verbinding door de zak van Zuid-Beveland wordt afgebroken, net zoals de 150 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland.
Deze verbindingen worden in de masten van de nieuwe Zuidwest 380 kV Westverbinding gehangen. In totaal verdwijnen er 131 bestaande vakwerkmasten en komen er 107 nieuwe windtrackmasten terug. In het landschapsplan is op verschillende locaties rekening gehouden met lokale wensen. Op veel plekken waar masten verdwijnen komt nieuwe beplanting, net als langs het nieuwe tracé. De nieuwe lijn tussen Borselen en Rilland lost een belangrijk knelpunt op. Door deze nieuwe verbinding is de levering van stroom nu en in de toekomst gegarandeerd. Verkleint de totale impact van het hoogspanningsnet op de leefomgeving en zorgen we ervoor dat het net in Zeeland klaar is voor de toekomst. Ja, Vincent, we hebben dus eventjes naar dit filmpje gekeken. Is het nou zo dat dit nieuwe net er moet komen vanwege die nieuwe windmolenparken op zee? Nee, dat is niet correct. Al jaren is het hoogspanningsnet volledig belast voor de transport van elektrische energie, waardoor onderhoud niet meer mogelijk is zonder dat daar transportbeperkingen aan verbonden worden. Dus vandaar dat dat een uitbreiding van het hoogspanningsnet benodigd is. Want het net is vol. Het net is momenteel heel vol. Ja, zoals ik zei, tussen de hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland wordt op dit moment maximaal benut voor de transport van elektrische energie en daarmee vol. Dat betekent dat het onderhoud op dit moment niet nodig is. En dat is heel vervelend, want zonder onderhoud treedt de kans op storingen toe, of neemt de kans op storingen toe, waardoor een netuitval als gevolg kan hebben. Vergelijk het een beetje met je auto. Als je daar geen onderhoud aan uitvoert, dan kom je vanzelf langs de snelweg te staan, op de vluchtstrook. Ja, we hebben inderdaad hier in de media ook al berichten gehad dat, geloof ik, het hoogspanningsnetwerk op Schouwen-Duiveland, dat ook vol dreigde te raken. Dus dat is echt een probleem. Een probleem niet zo direct. Wat wij wel doen, wij zijn bezig met de voorbereidingen van een netuitbreiding op Tolen Schouwen-Duiveland voor in de toekomst. Ja, dat klopt. Dus dat speelt allemaal. Ja, Vincent, de reden ook voor dit webinar is natuurlijk, ik zei het al eerder, hè, er is over dit project heel veel te doen geweest in Zeeland. Want ja, het heeft natuurlijk die nieuwe hele grote masten die in het landschap gaan komen. Ja, dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact hoe het landschap eruit ziet. En ja, laten we het maar diplomatiek zeggen, niet alle Zeeuwen staan op de banken. Nee, ik kan mij voorstellen dat de mensen even moeten wennen aan een nieuwe hoogspanningsverbinding. Hij komt immers in het landschap te staan. Maar bij de tracébepaling van zo'n hoogspanningsverbinding worden er wel rekening gehouden met een aantal facetten. Zo proberen wij zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen te vermijden. Dus zoals woningen onder andere en scholen waar de kinderen naartoe gaan. Proberen wij ook zoveel mogelijk natuurgebieden te vermijden. Gewoon het landschap toch te sparen? Ja, zeer zeker. Ja. En daarmee proberen wij ook zoveel mogelijk parallel te blijven lopen aan bestaande infrastructuur. Te denken aan een spoor of aan een snelweg. En proberen wij zoveel mogelijk rechtstand in de masten aan te brengen, zodat er visuele rust ontstaat. Dat is over het landschap. Ja, je kunt wel zeggen, het is echt een enorm project, hè? Ook voor Tennet. Ja, dit is een groot project. Het is een project met een duur van ongeveer 2,5 jaar tot 3 jaar. Even afhankelijk van de seizoensinvloeden en uiteraard de coronamaatregelen waar we mee te maken hebben. En er zijn bij elkaar vele honderden mensen betrokken bij de realisatie van dit project. Ja, hoeveel mensen? Gemiddeld tussen de 400 personen op zo'n project, ja. Nou schetsen je 2,5 tot 3 jaar, dus dat is de periode ook dat Zeeland met dit project, hè, met de totstandkoming van al die masten te maken gaat krijgen. Ja, dat is correct. Wij starten zeer binnenkort met de uitvoering. En de 2,5 tot 3 jaar looptijd is inclusief de inbedrijfstelling en het herstelplan van het landschap. Vincent, wordt gezegd, ja, 5 oktober, dat is eigenlijk echt de echte grote start van dit project. Maar heel veel mensen die hebben natuurlijk ook zelfs de afgelopen jaren al heel veel voorbereidingen gezien. Hè? Bijvoorbeeld dat nieuwe verdeelstation in Rilland, dat was eigenlijk, ja, dat konden we al echt zien. Ja, Tennet heeft de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. En zo ook de aannemers. Zoals je aangeeft, langs de A58 hebben wij een nieuw hoogspanningsstation gerealiseerd. Daaromheen zien wij ook de windtrekmasten staan. Daarvan hebben we er een tiental neergezet richting de Belgische grens. Om ook naar België het transportnet te verstevigen. Verder hebben wij veel voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Te denken is aan grondonderzoeken, maar ook onderzoeken naar flora en fauna. Verder hebben wij ter voorbereiding op onze werkzaamheden op locaties waar het kon alvast wat fundamenten aangebracht en portalen. En een portaal doet dienst voor de inlanding op een hoogspanningsstation.
En ook contact gehad met de mensen die daaromheen wonen. Uiteraard, wij proberen gedurende de voorbereidingen, maar ook straks tijdens de uitvoering, altijd met de omgeving in contact te blijven. Dat doen wij middels dit soort informatiesessies, maar ook middels projectcommunicatie en onze website en onze app uiteraard, die iedereen kan downloaden op de telefoon. Laten we nog eventjes teruggaan naar het traject, hè? Want het loopt dus van Borselen tot aan Rilland, hè? De provinciegrens met Brabant. Dan hebben we het over hoeveel kilometer? Dat is circa 48 kilometer. 48 kilometer. Hè? Jullie gaan er dus 2,5 tot 3 jaar gaan jullie erover doen. Hoe zorgen jullie ervoor dat dat project ook, ja, dat het dan maximaal 3 jaar gaat duren? Nou, wij zetten in op een vlotte uitvoeringsperiode, zoals we dat noemen. Tennet heeft ervoor gekozen om het traject tussen Borselen en Rilland in 2 deelpercelen te knippen. Met een knip ergens in het midden bij Willem-Annapolder. Dat traject hebben wij op 14 juli, zoals u eens kunnen lezen, gepubliceerd en gegund aan 2 aannemers. BAM voor het ene perceel en Structure Mobilus in de switchcombinatie genoemd voor het tweede perceel. En wij hebben voor de masleveringen en de producties hebben wij ook 2 aannemers gecontracteerd. En voor de geleide montage hebben wij SPI als aannemer. En SPI zal zorg dragen voor de geleiders tussen de windtrekmasten. En in de volksmond noemen we dat ook wel de draden die we tussen de masten straks zien hangen. Ja, een enorm project. Dus er zijn inderdaad ook veel aannemers bij betrokken. Straks gaan we met de aannemers praten, hè, die delen van het traject voor hun rekening nemen. Heel veel voorbereidingen, zei je al. Laten we even gaan kijken naar een filmpje over die voorbereidingen. Het totale bouwproces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland duurt een aantal jaar. In die periode werken de aannemers op meerdere locaties en op verschillende tijdstippen tegelijk. Vergelijk het bouwproces met een rijdende trein. Verschillende partijen gaan opeenvolgend op 1 locatie aan de slag. Voordat we beginnen met bouwen, voeren we per mastlocatie grondonderzoeken uit. De bodem is in kaart gebracht en er is gezocht naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en archeologische resten. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in de specifieke werkaanpak per mastlocatie. Dan kan de bouw beginnen. Het bouwproces bestaat uit verschillende stappen. Stap 1. Toegangswegen. De aannemers starten met de aanleg van een tijdelijke bouwweg naar de locatie waar de mast moet komen. Vaak is het voldoende om rijplaten op het land aan te brengen. Soms moet de ondergrond eerst worden versterkt. Daarnaast is ruimte nodig om de grond die moet worden afgegraven tijdelijk op te slaan. Die grond wordt weer gebruikt om de oorspronkelijke situatie te herstellen als de verbinding klaar is. Stap 2. Fundering. Hoogspanningsmasten hebben een stevige fundering nodig. De bouw begint met het heien of schroeven van betonnen palen. Vervolgens wordt een bouwput van zo'n 4 meter diep gegraven. Bronbemaling zorgt dat de put vrij blijft van water. In de bouwput komt een wapening van betonijzer. Die wordt overgoten met beton, zodat er een sterke betonfundering ontstaat. Stap 3. Windtrekmast. De 380 kV-verbinding wordt met windtrekmasten aangelegd. Deze mast bestaat uit 2 smalle, strak vormgegeven pilonen. De masten worden in speciaal daarvoor gebouwde fabrieken geproduceerd. Vanaf de fabriek vervoeren grote vrachtwagens de masten in delen naar de bouwlocatie. Vervolgens worden ze met een montagekraan in elkaar gezet. Stap 4. Geleiders. De draden in een hoogspanningsverbinding heten geleiders. Pas als een aantal masten staat, kunnen ze opgehangen worden. Met katrollen wordt eerst handmatig een nylondraad en vervolgens een staaldraad in de masten getrokken. Rem- en liermachines trekken de geleiders via deze staaldraad in de masten. De geleiders staan daarvoor op haspels klaar. Stap 5. Combineren. De nieuw te bouwen verbinding zorgt dat de capaciteit wordt uitgebreid met 2 380 kV-circuits. Daarnaast dragen de nieuwe masten ook een deel van de oude verbinding. Tussen Borselen en Willem-Annapolder komen in de nieuwe masten uiteindelijk 4 circuits van 380 kV te hangen. Tussen Willem-Annapolder en Rilland combineren we de 2 nieuwe 380 kV-circuits met 2 bestaande 150 kV-circuits. Zodra de nieuwe verbinding gebouwd is, worden de oude lijnen in de nieuwe masten gehangen.
stap 6 afbreken. Na het aanleggen van de gecombineerde verbinding breken we in totaal 42 kilometer oude verbinding af. In de zak van Zuid-Beveland breken we 21 kilometer van de bestaande 380 kV-verbinding af. Ten zuiden van de A58 tussen Willem-Annapolder en Rilland verwijderen we 21 kilometer van de bestaande 150 kV-verbinding. Stap 7, herstellen. Na de werkzaamheden brengen we het land steeds zoveel mogelijk terug in de oude staat. Dat betekent opruimen van toegangswegen en bouwplaatsen. Maar ook beplanting aanbrengen en gebruikte grond weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen. We proberen de verbinding zo goed mogelijk in te passen in het landschap en doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken met zo min mogelijk overlast. Ja, Vincent, ik ben in mijn vrije tijd lid van een amateur archeologische werkgroep in Zeeland. Dus je snapt, ik sloeg daar natuurlijk meteen op aan toen ik zag dat er op al die plaatsen archeologisch onderzoek gedaan gaat worden waar er gegraven wordt. Maar het gaat dus om 107 locaties op 48 kilometer. Dat klinkt enorm. Ja, dat is het ook. Zoals gezegd, het is een enorm project. En ik moet zeggen, bij het zien van dit soort filmfragmenten gaat mijn hart sneller kloppen. Maar dat is wellicht de passie die ik heb voor het werk. Wat wij zien is dat de aannemers op 107 werklocaties aan het werk gaan. Dat doen zij in de vorm van een treintje. Dus dat betekent dat zij van werklocatie naar werklocatie naar werklocatie werken. Daar zijn werkwegen voor nodig. Die leggen we veelal aan vanaf de openbare weg naar een werkterrein. En op zo'n werkterrein, daar gebeurt eigenlijk heel veel. Daar staat al het materiaal wat benodigd is opgeslagen. Daar komt al het materieel bij elkaar. Te denken is aan vrachtwagens met de grote masten erop. En uiteraard grote kranen die opgesteld staan om de masten te richten, CQ, op te stellen. Ja, dat klinkt heel groot. Hoe groot is telkens dan zo'n werkterrein? Ja, zo'n werkterrein is ongeveer 3000 vierkante meter. 3000 vierkante meter, dus dat is best behoorlijk. Dat is best behoorlijk. Ja, zoals in het filmfragment ook zagen, komen daar best wel wat materieel te staan. Ja. De 107 werkterreinen, hè, natuurlijk niet tegelijkertijd, maar telkens hè, achter elkaar op totaal 48 kilometer. Een aantal van die plekken, dat is midden in weilanden, op akkerbouwgebieden, in akkerbouwgebieden. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, Tennet heeft met de grondeigenaren die te maken krijgen met de werkzaamheden of de verbinding. En of de verbinding hebben wij een zakelijk rechtovereenkomst afgesloten. Een zogenoemde ZRO. In zo'n ZRO maken Tennet en de grondeigenaar afspraken over een bepaalde strook die gebruikt mag worden voor de aanleg. Dat geldt niet alleen voor de definitieve aanleg, maar dus ook voor de tijdelijke aanleg voor bijvoorbeeld werkwegen. Daar betaalt Tennet een vergoeding voor. Een zogenaamde afsluitvergoeding. Ja, dan komen om de hoek komen dan die zogenoemde keukentafelgesprekken komen dan. Hè. Hoe ging dat dan? Ja, dat klopt. Alvorens wij met de werkzaamheden starten, zal Tennet met een cultuurtechnisch toezichthouder en vanuit de aannemer een specialist aan tafel komen bij een perceeleigenaar of een grondeigenaar. En dat noemen wij dan een zogenoemd keukentafelgesprek. En tijdens zo'n keukentafelgesprek nemen wij alle werkzaamheden nog zorgvuldig door, inclusief de gemaakte werkafspraken uit een zakelijk rechtovereenkomst. En dan gaan jullie vertellen van hoe, nou ja, hè, dit gaat er voor op uw terrein gebeuren. Ja, dat klopt. Zodat er van beide kanten precies bekend is wat er van elkaar verwacht wordt en in welke periode. Ja. Jullie zeggen in het filmpje, ja, we gaan er alles aan doen, hè, om na afloop van de werkzaamheden, ja, het weer mooi te maken, weer te herstellen. Sterker nog, we gaan proberen, als die nieuwe masten daar dan staan, ja, om dan door middel van bijvoorbeeld beplanting te proberen om, ja, dat die masten uit het zicht te nemen. Zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je goed. Na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer in ieder geval het perceel weer herstellen naar de oorspronkelijke staat. Dus naar de staat zoals de aannemer het ook heeft aangetroffen. Onderdeel daarvan kan bijvoorbeeld cultuurtechnisch herstel zijn. Nou, met andere bomen planten? Dat maakt daar uiteindelijk ook onderdeel van. Dat doen we niet altijd direct nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Want het hangt immers af van het seizoen waarin we ons bevinden. Maar Tennet heeft inderdaad voor de aanleg van de verbinding op een aantal locaties bomen en struiken moeten kappen. Dat is noodzakelijk om de verbinding daar te kunnen bouwen. Na afloop van de werkzaamheden worden die in ieder geval waar dat mogelijk is weer teruggeplant. Of als dat niet kan, gaan wij in overleg met de gemeente en zoeken wij een andere bestemming. Wat wij verder ook doen vanuit Tennet is zorg dragen dat de hoogspanningsverbinding voor zoveel als mogelijk wordt ingepast in het landschap.
En daar hebben wij een landschapsarchitect voor in ons team, John van Velen. En die zal u daar veel meer over kunnen vertellen. Inpassingsplan, dat is eigenlijk een bestemmingsplan, maar dan gemaakt op rijksniveau, omdat het grote projecten zijn. Bij elk inpassingsplan zit een landschapsplan. Dat betekent dat voor elk groot project wat onder die regeling valt, er een landschapsplan gemaakt wordt waarin allerlei maatregelen staan om die lijn zo goed mogelijk in te passen. Voor dit project zijn er over het hele gebied tussen Borselen en Rilland op misschien wel 30, 40 plekken kleine ingrepen gedaan. Er worden beplantingen gemaakt, er worden bijvoorbeeld bij de lijnen die afgebroken worden, worden er beplantingen die weg moesten in het verleden opnieuw ingeplant. Op sommige plekken wordt de landschapsstructuur versterkt door nieuwe beplanting te maken. Bijvoorbeeld hier. Hier is een dijk. We staan nu bij Rilland. Op de achtergrond is het hoogspanningsstation. Deze dijk is nu nog kaal, maar in overleg met de gemeente en provincie en de terreinbeherende organisatie, in dit geval Natuurmonument, hebben we besloten om deze dijk te beplanten met struweel, met bomen en struiken. Op sommige plekken moet er natuurgebied weg of brengt schade, bijvoorbeeld bij Borselen. Dan maakt TenneT in het landschapsplan nieuwe natuur door nieuwe bosjes aan te leggen. Op sommige momenten, en dat is ook in dit project aan de orde, worden er compensatiemaatregelen genomen. Bijvoorbeeld wordt nieuw weidevogelgebied aangelegd om de schade aan de weidevogels die er nu zijn te compenseren. Alle maatregelen die in het landschapsplan staan zijn ook opgenomen in de projectatlas van TenneT. Daar kunt u online naartoe en dan kun je precies kijken op een kaart of op een luchtfoto waar je bent en waar allerlei maatregelen worden getroffen. Daar kun je op klikken en dan zul je ook zien wat er feitelijk zal gebeuren. Dat was het verhaal van de landschapsarchitect. We hebben gesproken met Vincent Hasveld van TenneT. Hem zien we later in dit programma zien we nog een keer terug. En ik ga nu praten met de aannemer die verantwoordelijk is voor het eerste deel van het traject. Het deelgebied Borselen naar de Willem-Annapolder. En dat is Lennart-Jan van der Ham. En hij is van aannemer BAM Infra. Lennart-Jan, ook jij welkom in dit programma. We gaan over jouw traject praten. Kan ik dat zo omschrijven, jouw traject? Ja, zo kun je het ongeveer wel omschrijven. Als BAM zijnde voelen de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van het TenneT om dit deeltracé te gaan realiseren. Wat is jouw functie precies? Ik ben omgevingsmanager bij BAM. En dat houdt uiteindelijk in dat ik alles op het gebied van omgeving binnen het projectteam onder wil brengen en ook naar de buitenwereld mijn bijdrage wil leveren. Ja, want dat vragen mensen zich af. Hè. Die horen heel vaak zo'n woord omgevingsmanager. Wat betekent dat dan? Klopt, ja. Ik ben een heel klein onderdeeltje van het hele grote projectteam natuurlijk dat wij buiten hebben lopen. Graag zou ik nog een aantal collega's van mij willen voorstellen die zich ook binnen het omgevingsteam dan vallen. Dat zijn onder andere Erik-Jan Mann. Dat is mijn collega omgevingsmanager. Die eigenlijk een vergelijkbare functie heeft en vanwege de omvang doen we dit samen. Daarnaast een andere persoon die ook veel buiten te zien is en eigenlijk het directe aanspreekpunt vanuit onze kant is voor de agrariërs, perceel-eigenaren en perceel-gebruikers. Dat is onze cultuurtechnisch uitvoerder, Maurice van Chastelet. We gaan dus praten over het traject tussen Borselen en de Willem-Annapolder. Als we naar dit traject kijken, waar komen de masten nou precies te staan? Als ik hem van west naar oost mag beschouwen, dan beginnen we eigenlijk bij station Borselen. Kruis vanaf daar de N62 en gaan we in de richting van Heinkensand. Waarbij we net onder de A58, ten zuiden van de A58 blijven en die een stukje parallel volgen. Vervolgens gaan we in de richting van Schravenpolder en komen we bij Eversdijk en uiteindelijk ons tussenstation Willem-Annapolder. En jullie gaan dus beginnen in de tweede week van oktober? Dat klopt. Ja, wij gaan beginnen gelijk op een drietal delen van het traject.
En dat heeft met name te maken vanwege toch al de druk die op de planning zit. En de snelheid waarin wij graag zouden willen werken. We zien nu op het scherm een drietal locaties waar wij zullen starten. Dat is als eerste bij het Sloebos. Dat is de locatie waar we een drietal masten gaan maken aan de Keijerweg. En aan de oostelijke zijde van de Keijerweg komt daar nog een mast. Vervolgens het gebied rondom het buurtschap Het Vlaandertje. En eigenlijk ten zuiden van Goes en ten oosten van Heinck en Sandt, waar een aantal mastlocaties direct voor ons op het programma staan. Is dat nou een nieuw traject? Uiteindelijk is dit een heel nieuw traject wat we gaan doen, klopt. Ja, dat komt dus niet in de plaats van, maar dat is echt een nieuw gedeelte. Het tracé wat wij gaan bouwen zijn inderdaad allemaal nieuwe windtrekmasten. Maar die masten, hè, die enorme masten, want hoe hoog zijn die? Volgens mij zijn de masten rond de 60 meter hoogte, maar dat is even een gok. Niet helemaal misschien op de centimeter precies, maar ze zijn hoger dan ja, de traditionele masten die veel mensen kennen. Hè, die grijze masten met die lange zijschepen. Ja, klopt. Het is een heel ander type mast wat we gaan zien. En de ene vindt het mooi, de andere vindt het niet mooi. Maar goed, het is ook wel een heel strak gedeelte wat we in het landschap terugzien. Maar hoe lang duurt het nou, hè, als je begint te bouwen aan zo'n nieuwe hoge mast? Hoe lang duurt het dan voordat die klaar is? Nou, dat is misschien even goed om de verdeling in het project te maken. Wij als BAM Infra zijn vooral verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen, werkterreinen en het realiseren van de fundatie. Dat is ongeveer een periode tussen de 5 en 7 maanden waarop wij de fundatie klaar hebben liggen. Vervolgens komen er 2 nevenaannemers. Enerzijds de mastleverancier en daarachteraan komt dan de geleidemontage die de stroomdraden tussen de verschillende masten gaat aanbrengen. Ja, we hadden het er even met Vincent over. Hè. Er zijn locaties die soms ja, midden in het polderlandschap liggen. Dat betekent dus ook dat jullie ja, al die materialen moeten gaan aan- en afvoeren over allerlei polderwegetjes. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat klopt. Dat is uiteraard een van de grootste uitdagingen die wij direct bij de aanbesteding al beschouwd hebben. Het is een landschap waarin vooral lokale bewoners zich verplaatsen over de lokale wegen. Ja, kunnen die daar dan nog wel rijden zelf? Nou, wij gaan een aantal maatregelen treffen waardoor we enerzijds een veilig, maar ook een goed toegankelijke omgeving willen behouden. Allereerst hebben we een schouw van alle wegen gedaan in de aanbesteding al, waar wij direct een aantal knelpunten hebben gesignaleerd waar we tijdelijke maatregelen willen toepassen. Ja, wat verstaan jullie daaronder dan? Nou, dan kun je bijvoorbeeld bedenken aan het aanpassen van bebording en meubilair. Het verbreden van bochten vanwege toch wel de lengtetransporten die wij zullen moeten aanvoeren. Tijdelijke verkeersmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook de verplichting naar ons eigen transporten toe om eenrichtingsverkeer toe te passen. Ja, want dat is inderdaad de vraag. Hè? Moeten mensen die in de polder wonen voortdurend omrijden? Of worden er, hè, wat je ook wel ziet, is van die stalen platen neergelegd dat mensen toch langs zo'n bouwterrein kunnen rijden? Klopt. Ja, wat we bijvoorbeeld ook doen is op de smallere wegen dat we passeerstroken maken. Dat we uiteindelijk nog snelheidsbeperkingen uiteraard inzetten. En allerlei maatregelen waardoor we veilig enerzijds ons werk kunnen doen, maar ook zeker, en dat is eigenlijk het belangrijkste, dat de omgeving zich veilig voelt. Ja, jullie zeggen we gaan alles doen om hinder te voorkomen. Klopt. Een voorbeeld dat we kunnen geven is bijvoorbeeld een omleiding van fietsers die we in zouden willen stellen. De regel is toch wel, bouwverkeer en fietsers zien wij liever niet ja, samen. Gevaarlijk, als BAM zijnde. Is inderdaad gevaarlijk wat je zegt. We zien heel veel fietsverkeer dat vanuit Heinck en Sandt richting Goes naar de scholen gaat. En daarvoor hebben we, zoals nu in beeld, ook een omleiding ingezet. Waardoor er een scheiding bestaat tussen bouwverkeer en fietsverkeer. Lennart Jan, we hebben het gehad over de overlast voor direct betrokkenen. Hè? Bijvoorbeeld mensen op wiens akkerland hè, zo'n fundering wordt gezet. Maar de overlast is ook eigenlijk toch wel voor een bredere kring hè, in de omgeving. Klopt. Kijk, naast de logistieke bewegingen die we natuurlijk moeten maken om de terreinen te bereiken, is het ook noodzakelijk om op de locatie zelf zo goed mogelijk te werk te gaan en hinder te voorkomen. Nou, we hebben daarvoor een aantal maatregelen voorgeschreven waar ik een aantal graag van zou willen noemen. Wat we veelal doen is het toepassen van betonplaten. Dat geldt als onze verharding van het werkterrein. Naast dat het gewoon er strak uitziet, is het ook ter voorkoming van geluidshinder. Klapperende platen hebben we daardoor niet meer.
Wat betreft fundatiemethode hebben we de omgeving bepalend laten zijn voor de type funderen wat we toepassen. Want de vraag is, moet er geheid worden? Nou, dat klopt inderdaad. Er zullen palen aangebracht moeten worden en daar hebben we eigenlijk drie opties voor. De Tubex methode, dat is ook de foto die we op dit moment in beeld zien. Dat is de kleinere machine waarbij we kleinere buispalen gebruiken. En dat heeft met name te maken vanwege de hoogtebeperking. Dat zien we vooral bij werkzaamheden onder de bestaande verbinding. Wij passen dat toe in het sloeggebied bijvoorbeeld. Ja, goed, heien betekent natuurlijk klappen, dreunen die in de omgeving te horen zijn. Hoe gaat dat? Dat klopt. We hebben in beeld nog een tweedeling aan types van funderen. Dat is de Fundex wijze en de Vibro-methode. De Vibro-methode is eigenlijk de traditionele methode waarbij inderdaad de heiklappen hoorbaar en zichtbaar zijn. Die passen we vooral toe in een straal van minimaal 100 meter vanaf bestaande bebouwing. En indien de bebouwing binnen 150 meter staat van de fundamenten waar we deze vibromethode toepassen, kiezen wij ervoor om een geluidsmantel toe te passen. Daar waar we binnen 100 meter van bebouwing funderingen moeten aanbrengen, kiezen wij voor de Fundex-methode. En de Fundex-methode, dat is eigenlijk een schroefpaal waarbij zowel trilling als geluid enorm beperkt wordt. Ja, om te voorkomen dat er echt overlast en wellicht ook schade ontstaat in de omgeving. Correct, wij hebben voor de Fundex-methode gekozen inderdaad om alles uit te sluiten. Maar goed, hè? Ja, toch ingrijpend werk. Hè? Het klappen van het heien, wat je natuurlijk in de omgeving gaat horen. Hoe gaan jullie dat communiceren? Want ja, mensen moeten daar natuurlijk toch wel rekening mee houden. Klopt, wij zullen voor start van ieder werkvak eigenlijk een bewonersbrief versturen. En die gaat 1 à 2 weken voordat we beginnen, zullen de mensen daardoor op de hoogte gesteld worden van de aanstaande werkzaamheden. En hoe lang gaan die heiwerkzaamheden gemiddeld duren? Dat zal ongeveer 1 week of 2 per locatie zal dat plaatsvinden. En dan is het voorbij? Dan is het voor de fundatiemethode is het voorbij. Nou, dankjewel Lennart-Jan van der Ham van BAM Infra voor jouw deel van dit verhaal. We hebben gesproken met Lennart-Jan van der Heijden van BAM Infra. Maar we gaan nu spreken met Erik van den Bergen. Hij is de aannemer voor het volgende traject. Het gaat dus om een traject in totaal 48 kilometer van Borselen tot aan Rilland. We hebben nu eerst gesproken met de aannemer van het eerste traject van Borselen tot aan de Willem-Anna-polder. Dat is dus gewoon in de buurt. Ja, als je kijkt op de kaart zou je kunnen zeggen dat de Willem-Anna-polder onder Biezelingen ligt. Het tweede gedeelte van het traject, dat is dus van de Willem-Anna-polder tot aan Rilland, de provinciegrens met Brabant. En daarvoor staat hier in de studio Erik van den Bergen van de aannemer Switch. Erik, ook jij hartelijk welkom in deze studio. We gaan met je praten over het traject en het werk wat jullie aannemerscombinatie gaat doen. Want Switch is een aannemerscombinatie, kun je dat uitleggen? Ja, dat klopt. Switch is de benaming van de combinatie tussen Structon en Mobilis. Dat zijn twee grote aannemersbedrijven die veel in de betonwerken zitten. En ook allerlei onderaannemers en dochters hebben voor alle bijkomende werkzaamheden. Switch heeft al een project lopen voor Tennet, ook in het noordoosten van Nederland. Daar kunnen wij dus wel gebruik gaan maken van alle kennis die daar al opgedaan is. Is het voor jullie ook een spannend project? Het is voor ons ook uiteraard een spannend project. De grote uitdaging die er natuurlijk in zit is dat we te gast zijn bij een hoop perceelseigenaren. Waar we toch op het grondgebied komen. En ja, laat ons eerlijk zijn, niemand zit op ons te wachten om daar te komen. Maar goed, we moeten dit realiseren en we zullen dat met alle... ons best in ieder geval gaan doen om dat op een fatsoenlijke manier te doen. Ja, wat zijn dan voor jullie de grootste uitdagingen? Nou, de grootste uitdaging die erin zit is natuurlijk uiteindelijk het allemaal weer netjes op kunnen leveren. Ook richting de perceelseigenaar qua cultuurtechniek. Maar er zijn ook een paar hobbels in het verhaal met grote waterleidingen die er liggen. Die toch bijna de voedingsbron is van heel Zeeland wat water betreft. Maar we zitten ook in stukjes natuurgebied, althans daar komen we toch vrij dicht bij in de buurt.
En ook een stukje buiten dijk zelfs in de Oosterschelde. Ja, want inderdaad, ik zie foto's natuurlijk, hè, ook, want je bent niet alleen. Nee, wij zijn ook niet alleen. Wij hebben ook een compleet team. Ikzelf ben dan de omgevingsmanager, maar ik word ondersteund door Leo Soeterman, die wij aangesteld hebben als gebiedsconciërge. Hij zal voor de dagelijkse gang van zaken de contactpersoon zijn voor de mensen in de buurt van de locaties waar gewerkt wordt. Leo is bereikbaar voor een rijplaat die verkeerd ligt of een bord wat omvalt of een rasterwerk wat niet meer klopt. En daarnaast ga ik samen met Bas van het Westeinde de keukentafelgesprekken doen. Bas is een bekende in de regio. Daar hebben we ook vooral op aangestuurd dat we een heleboel regionale mensen hebben. Bas is ook coördinator voor het ruilverkavelingsbureau in Zeeland. Dus die zal bij de meeste agrarische bedrijven bekend zijn. Hij is cultuurtechnisch adviseur. Wat betekent dat? Nou, cultuurtechnisch adviseur wil zeggen dat hij degene is die de... Ja, wij gaan van tevoren natuurlijk kijken wat de grondslag allemaal is. We zullen het op dezelfde manier terug moeten brengen. Ook de grond moeten bewerken om de structuur terug goed te krijgen. En dat is, cultuurtechniek is echt een stukje, een aparte specialiteit die wij als aannemers, net als ik zei, betonwerk, grondweg en waterbouw, dat is een andere tak van sport dan pure cultuurtechniek. Ja, een beetje om het landschap weer te herstellen. Ja, en de bodem voor de perceeleigenaren. Even over het werk, het traject waar jullie aan gaan werken, tussen de Willem-Annapolder en Rilland. Werken jullie nou plek voor plek, hè? Want we hadden het al over in totaal tussen Borssele en Rilland 107 werklocaties. Jullie gedeelte dan tussen de Willem-Annapolder en Rilland. Ga je pas naar de volgende plek als de eerste plek is afgerond? Hoe moet ik dat zien? Of werken jullie op verschillende plekken tegelijk? Ja, wij gaan ook in medio oktober starten met de voorbereidende werkzaamheden. We zullen die bouwwegen aan moeten leggen, we moeten de werkterreinen aanleggen. Daarvoor zullen we ook bestaande dammen moeten gaan verbreden om met zwaar en lang materieel erop te kunnen. En wij gaan ook in totaal met een 4 funderingsmachines tegelijkertijd aan de gang. Dus jullie werken op meerdere locaties tegelijk? Ja, wij werken op meerdere locaties tegelijk. En hoe gaat dat dan? Je vertelde al iets, die inrichten van de werkterreinen, voordat jullie echt aan de slag kunnen, zijn inderdaad heel veel voorbereidingen nodig, hè, op zo'n plek. Ja, we gaan natuurlijk eerst kijken hoe de situatie nu is. Dat noemen ze dan een nul-situatie bekijken. En dat is ook een stukje grondslag, de structuur van de grond, eventuele verontreinigingen nog. Nou, daar wordt ook nog door ecologen gekeken of er nog bestaande flora en fauna is waar we eventueel beperkende maatregelen voor hebben. En dat we daar op een andere manier op in kunnen spelen. En ook wat al eerder vernoemd is, de transportwegen zijn natuurlijk allemaal vooraf geïnventariseerd. Daar zien we nu ook een plaatje van. En dan zijn alle maatregelen die we daarbij moeten treffen van verkeersborden verplaatsen, lichtmasten verplaatsen, rijplaten leggen. Dat wordt allemaal per locatie, wordt dat allemaal van tevoren voorbereid. Ja, we hadden het al even over met Lennart-Jan van der Ham. Hè. Dat ging over natuurlijk die routes, hè, voor het aan- en afvoeren van materieel. Hoe zit dat op dit deel van het traject? Nou, dit gedeelte is, we hebben van tevoren de transportroutes opgekregen zoals Sternet ze voor ogen had. Nou, daar kunnen wij uiteindelijk van aftakken richting onze bouwlocaties. En er is daarbij getracht om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. We moeten er uiteraard wel komen, dus we zullen van bestaande wegen gebruik maken. Voornamelijk de A58 natuurlijk en de provinciale wegen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook weer het contact met de omwonenden. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, in principe is dat hetzelfde verhaal als wat Lennart Jan ook al verteld heeft. We gaan ook weer de keukentafelgesprekken aan, wat ik al zei, ook samen met Bas Vas als cultuurtechnisch adviseur en iemand van Tennet. We hebben dan onze gebiedsconciërge waar we de contactgegevens van beide mensen natuurlijk kenbaar zullen maken. Een gebiedsconciërge? Ja, we noemen het gebiedsconciërge. Hij is echt de man van de dagelijkse gang van zaken. Zijn er zaken meer met werkafspraken, dat ben ik degene die in beeld komt. Maar de lopende zaken tijdens de uitvoering is voor Leo Soeterman. En we zullen ook brieven geven aan mensen, of bezorgen bij de mensen, om de planning aan te kunnen geven en te kunnen
wanneer we wat gaan doen. Ja, en dat ze daar ook eventueel met vragen terecht kunnen. Daar kunnen ze uiteraard ook met vragen terecht. Ja, ja. Zeker. Erik, ik zou zeggen hartelijk dank voor jouw bijdrage. Hè, voor de duidelijkheid die je gegeven hebt over dit grote project. Heb je er een beetje zin in? Wij hebben er zin in. We staan in de startblokken. Ja, het is echt denk ik al een soort infrastructureel is dit wel een paradepaardje of niet voor jullie? Ja, dit zijn zeker mooie projecten. Zo mogen er meer komen. Erik, hartstikke bedankt. Nogmaals, dank voor je toelichting. Ja, je zou kunnen zeggen, het zit er al bijna op. Hè. Heeft u vragen, dan kunt u ze dus via de chat tot 9:30 vanavond stellen. En heeft u daarna nog vragen, dan kan dat via de mail. En dat mailadres, dat kunt u waarschijnlijk nu onder in beeld zien. Maar ik noem het u in ieder geval nog even. Dat is west@zuidwest380kv.nl. Dus dat is het adres als u ook na het bekijken van deze uitzending en ook na woensdagavond 9:30 toch nog vragen heeft. Nou, inmiddels staat naast mij weer Vincent Hasveld. Vincent, ja, je hebt de twee sprekers gehoord. Zijn er dingen die opgevallen zijn waarvan jij denkt, dat wil ik toch nog even aanvullen? Ja, met name de ervaring die deze aannemers met zich meebrengen. Beide partijen zijn voor Tennet geen vreemde partijen. In het noorden van het land werken wij al samen met deze partij aan een soortgelijke verbinding. En ik heb zelf met een van de aannemers een project gedraaid, zoals ik in het begin al aangaf, tussen Beverwijk en Bleiswijk. Wat mij opvalt is dat bij beide aannemers veiligheid altijd voorop staat. Zo ook bij Tennet uiteraard. En dat zij gedurende het project altijd in contact zullen blijven met de omgeving en hun werkzaamheden ook zullen afstemmen op de omgeving. Dus het blijft voortdurend contact? Het blijft voortdurend contact, ja, zeer zeker. Ja, we begonnen deze bijeenkomst met te zeggen van ja, het praat toch altijd makkelijker als je elkaar in de ogen kunt kijken. Maar ja, vanwege corona is dat natuurlijk mogelijk. Is het niet mogelijk om grote bijeenkomsten te houden. Maar toch zijn er volgende week voor direct betrokkenen, voor omwonenden, twee kleine informatieavonden. Wat zijn dat voor bijeenkomsten? Ja, Ariane, het klopt. Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn wij niet in staat om grote inloopbijeenkomsten te organiseren. Het mag immers ook niet van het RIVM. Dat is iets wat wij normaal gesproken wel graag doen. Want wij komen graag met mensen uit de omgeving in contact. Dus daarom proberen wij inmiddels deze digitale informatiesessie al heel veel informatie te verstrekken. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor mensen toch is dat ze toch nog even graag wat vragen willen stellen. Of toch nog even dat persoonlijke contact. Dat praat altijd beter als je elkaar in de ogen kan kijken. Dat praat zeker beter, ja. Dus dan moet ik even op mijn spiekblaadje kijken waar de inloopavonden of inloopdagen volgende week zijn. Dinsdag 29 september, 's middags en 's avonds in de Stenge in Heinkenszand. Dat is voor deelgebied 1, dus van Borselen naar Willem-Annapolder. En woensdag 30 september, 's middags en 's avonds in ons dorpshuis in Kruiningen, voor deelgebied 2. En de mensen kunnen zich daar nog voor aanmelden? Ja, dat kan nog steeds. Het is wel heel belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt, omdat we uiteraard met coronamaatregelen zitten en de groepen niet te groot mogen worden. Dus meld u aan. Tijdens deze digitale bijeenkomst is verschillende keer gezegd, hè, door jou Vincent, maar ook door de aannemers. Ja, we willen lopende het project dat zo'n 2,5 tot 3 jaar gaat duren in Zeeland. Willen we met de mensen in contact blijven en hoe dat kan, dat ziet u in het volgende filmpje. De komende periode zullen de bouwactiviteiten starten voor de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland. Tennet hoopt op een veilig en voorspoedig bouwtraject, waarbij hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk is. Daarom vinden we het belangrijk om altijd met u in contact te blijven. Heeft u vragen of wilt u een calamiteit melden? Bel dan direct met onze projectlijn 0800 40 00068. Heeft u specifieke vragen over deelgebied 1 tussen Borselen en hoogspanningsstation Willem-Annapolder? Dan is Lennart Jan van der Ham, omgevingsmanager bij BAM Infra, het aanspreekpunt. Heeft u specifieke vragen over deelgebied 2 tussen hoogspanningsstation Willem-Annapolder en Rilland? Dan is Erik van den Bergen, omgevingsmanager bij Switch, het aanspreekpunt. Heeft u algemene vragen over het project en het proces? Dan kunt u terecht bij onze publieksvoorlichters Carlijn Borm en Sander de Schepper. U vindt hen in het informatiecentrum in Kruiningen. Voor persvragen kunt u contact opnemen met Peggy Steenbergen, communicatieadviseur bij Tennet.
Tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding proberen we hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. We brengen omwonenden tijdig op de hoogte van onze werkzaamheden en stemmen met perceeleigenaren de planning van transport en werkzaamheden af. Wilt u tijdens de uitvoering van het project op de hoogte blijven? Bezoek dan de website www.zuid-west380kv.nl/west. U kunt ook de speciale Tennet bouw-app downloaden op uw telefoon. Op Facebook volgt u het project via de Facebookpagina apenstaartje Zuidwest 380 KV West. Of bezoek op dinsdag of woensdagmiddag het informatiecentrum aan de Stationsweg 23 in Kruiningen. Ik zou kunnen zeggen, de lijnen staan open voor mensen die gedurende het project meer informatie willen. Vincent, is er nog iets wat je zou willen opmerken? Ja, uiteraard. Arianne, allereerst veel dank dat je onze host was voor vanavond. En verder wil ik uiteraard nogmaals benadrukken dat de noodzaak van deze nieuwe hoogspanningsverbinding hoog is. Het huidige hoogspanningsnet is vol en daardoor het onderhoud niet meer mogelijk. En het laatste wat Tennet wil, is dat bij u thuis het licht uitgaat. Dus vandaar deze hoogspanningsverbinding. Verder, het is al een aantal keren benadrukt door mijzelf, maar ook door de aannemers. Veiligheid staat centraal binnen ons project. En daarnaast komen wij graag met u als omwonenden in contact. Dat vinden wij belangrijk. Dus ik doe langs deze weg nog een keer een oproep aan u allen om het dialoog aan te gaan met Tennet of met onze aannemers. En stelt u uw vragen. Kom met suggesties. Ook als u ergens zorgen om maakt. Wij luisteren graag naar u en we staan voor u klaar. Ook in ons informatiecentrum. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Hartelijk dank. Ja, contact is dus belangrijk. Dankjewel Vincent voor je bijdrage aan deze digitale informatiebijeenkomst over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland. En wil u nou deze uitzending toch nog eens op uw gemakje nakijken, want er is natuurlijk veel technische informatie die gegeven is, dat kan. Want dit webinar is direct na deze uitzending via dezelfde link terug te kijken. Contact is dus belangrijk, zoals Vincent dat zegt. Dus we zullen het gaan zien de komende 2,5 tot 3 jaar dit grote belangrijke project voor Zeeland. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne avond.